meeste mensen weten ondertussen wel dat 29 juli wij brand hadden in het pand in het regenbooghuis. En nu, 3 maanden verder en vele vrijwillige uren, vieren wij vanavond de heropening van het regenbooghuis. Een heel dikke proficiat en ik denk dat we best feestje mogen nog altijd vieren. Het Regenbooghuis is eigenlijk een koepelorganisatie die holibi- en transgendergroepen verenigt. Maar daarlangs is het natuurlijk ook een fysieke locatie waar we een ontmoetingsruimte aanbieden. Waar mensen kunnen samenkomen, waar vergaderd kan worden, maar ook gefeest kan worden. En dat gaan we doen vanavond. Met de inzet van de vele vrijwilligers, van jullie vele verenigingen, jullie de handen in elkaar geslagen hebben en nauwelijks op een paar maanden tijd eigenlijk letterlijk het regenbooghuis opnieuw heropgebouwd hebben. Wij willen heel graag de maatschappij uitnodigen in ons huis. En wij zelf zullen de hand reiken aan die maatschappij om niet de grote onbekende te blijven, om niet in het hokje te blijven zitten. Mag ik bij deze iedereen hartelijk uitnodigen om zelf eens langs te komen en kennis te komen maken met het Regenbooghuis Limburg.